In het begin van het nieuwe jaar kreeg Breda te maken met veel geweld. 2 beschietingen op woningen, 1 dode man en 2 verdachten die van een flat afsprongen. En dat lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben. We laten u bewakingsbeelden zien. Hebben ze ook de data gepakt of niet? Geen idee. Oh, we zijn de. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Je weet niet wat ze doen. Kijk, ik ga me eigenlijk daar ook niet in mengen. Ja, angstig. Angstig. Bij die eerste beschoten woning gaat het om familie van een van de verdachten die na die achtervolging van 3 dagen later van de flat afviel. En bij dat tweede beschoten pand gaat het om familie van de vermoorde man. En het lijkt hier te gaan om een conflict in het criminele circuit. We denken dat de auto na het schieten om iets voor 2:30 via de Tuinzichtlaan en de Ettersebaan is doorgereden naar het Hagenhof voor de tweede beschieting. Die was om 2:30 en van daaruit zijn de daders dan vermoedelijk doorgereden naar de Ambachtelaan. Inmiddels weten we dat het een BMW is die langer geleden gestolen is in het buitenland en dat er een vals kenteken op zat, 86 TPPS. We zijn ook benieuwd of die BMW 320D al eerder is gezien. Misschien stond die wel ergens geparkeerd. En we hopen ook dat iemand heeft gezien hoe die daders verder zijn gevlucht nadat ze die auto in brand hebben gestoken op de Ambachtelaan. En dan is er natuurlijk nog de vraag waarom. Wat is het motief achter deze beschietingen? En is er een link met die dode man die is gevonden in die flat in de Roeselarenstraat?